Ik ben Iris Patien voor Butterfly Circles met de vibraties van deze periode. Het is een eclipsperiode. We zijn begonnen met de nieuwe maan in Schorpioen. En dit is het begin van een nieuw beginning. Maar tegelijkertijd sluiten we ook een hele grote periode af. En wat gaan we hier afsluiten? Belangrijk te weten is dat we ook in een periode van Samhain zitten. Samhain geschreven. En dit betekent dat de sluier tussen verschillende werelden het dunste is. De wereld van het zichtbare en de wereld van het onzichtbare, waar onze voorouders die overgegaan zijn, waar zij vertoeven. En in deze periode is het goed om te kijken in ons pijnlichaam. Dit is een gedeelte van ons energetisch lichaam, die onzichtbaar is, maar velen dragen nog steeds het pijnlichaam van vroegere generaties. En het is heel belangrijk om te voelen welke pijnen er nu opkomen, welke emoties dat er nu opkomen, zodanig dat je zicht krijgt op wat is van mij en wat is van dijn. Heel vaak weten we het niet, maar gaan we pijnen in ons lichaam die spontaan gaan naar boven komen, deze periode, waarbij deze pijnen niks met ons te maken hebben, maar veel meer te maken hebben met onze voorouders. Ik heb heel veel mensen in mijn praktijk die hebben bepaalde klachten die plotseling naar boven komen. En ze zeggen, maar ik heb nooit geen astma gehad en ik voel die astma. Terwijl moet ik zelfs hoesten. En vaak, en niet altijd natuurlijk, kan het te maken hebben met echo-resten van emoties die in ons lichaam blijven hangen. En dat kan van alles zijn. Dat kan ook reuma zijn, dat kan opstoten zijn van jeuk of wat dan ook. Dus ga goed kijken naar de symptomen die zich ontwikkelen en ga dan ook eens gaan kijken, wat hebben die voorouders geleefd? Waar zijn ze doorgegaan? Want dit is eigenlijk een hele fijne periode om nu met ouderen te gaan praten die generaties hebben gekend voor jou, zodanig dat het duidelijk is. Ik heb bijvoorbeeld mensen ook die altijd het gevoel hebben gehad van ik heb zo'n gevoel van misbruik, terwijl ze nooit in het fysieke leven misbruikt zijn geweest. Maar waarbij wel hun grootmoeder is misbruikt, maar het zit nog steeds in dat pijnlichaam. Dus dit is nu echt een kans waarbij we alle koorden eigenlijk, cord cutting heet dat, waarbij dat we alle koorden kunnen lossen die gelinkt zijn met de voorouders en die via ons pijnlichaam binnenkomen. Dat wil zeggen, die vibraties zijn daar nog. En we kunnen daar iets aan doen eigenlijk. In mijn praktijk heb ik dagelijks mensen die daarvoor komen, zodanig dat ze al die lasten niet meer hoeven te dragen. Een ander punt voor deze vibraties is dat we de voorouders gaan eren. Want nu dat het gordijn heel dun is tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, is het nu tijd om een van jouw voorouders bijvoorbeeld te eren. En dat kun je doen bijvoorbeeld door iets lekkers klaar te maken die zij graag hebben. Een van de favoriete kookpotjes van mijn oma, dat was aardappelstoof. En dat is eigenlijk aardappeltjes. Het is een heel oud gerecht met aardappeltjes en karnemelk. En het is vloeibaar. En dan met kaas. Oh, zo lekker. En dit ga ik klaarmaken en dat ga ik dan ook opeten om haar te eren. Of ik ga bijvoorbeeld een ijsje gaan eten, want dat vond ze zo lekker, enzovoort. Dus dit is eigenlijk die periode waar je aandacht besteedt aan jouw voorouders, zodanig dat je ook zicht gaat krijgen op wat er gebeurt, ook emotioneel. Heel veel emoties die nu naar boven komen, mag je zeker weten, misschien zijn ze wel gelinkt met onze voorouders. En dan kun je kijken van, dit komt heel vaak voor. Deze week had ik een vrouw met verlatingsangst. En wat is eruit gekomen? Dat haar mama is achtergelaten geweest en afgestoten geweest door haar eigen moeder. Terwijl zij helemaal niet achtergelaten is, maar ze bleef dit patroon maar herhalen. Dus er zijn heel veel dingetjes waar je nu op kunt letten eigenlijk. Het is een hele wijze periode voor mij, omdat je heel veel te weten komt over jouw diepe schaduwkanten. En dit is de periode om te werken aan die diepe schaduwkanten.
ik bekijk het sowieso ook als een hele positieve periode. En ik ga erover waken dat ik het nieuws niet bekijk. Ik ga niet kijken naar de verschillende sociale of de gewone media in deze periode, want ik weet het gaat een hele heftige periode zijn. En het is heel belangrijk om in ons eigen gealigneerde zijnstoestand te blijven. Dus wat ik vaak doe in deze periode is echt mediteren en mijn voorouders elke dag bedanken voor wat ze mij gegeven hebben. En ik zie ook naar de verschillende aspecten waar ze heel goed in waren. En ik focus mij op dit, zodanig dat ik ook het andere, wat ze mij meegegeven in het pijnlichaam, ook op een gemakkelijke manier, to release with ease, kan ook terug vrijgeven. Dat was het voor deze periode. Ik wens jullie een hele fijne herfst toe met veel verzamelingen van kastanjes en nootjes. En het is zo'n heerlijke periode om champignons te gaan plukken ook. Ik ben echt nu op het moment om ook te zien welke paddenstoelen kunnen we eten, welke kunnen we niet eten, welke kunnen we zelf gaan met een heel respectvol volle daad in het bos zelf gaan plukken. Want je gaat niet zomaar alle champignons gaan plukken. Het zijn communities ook. Hoe gaan we op een juiste manier omgaan met ons voedsel? En heel vaak ligt er zoveel voedsel zonder dat we het beseffen. Dus ik denk dat deze periodes ook wel fijn zijn om eens te kijken welk voedsel er allemaal ter beschikking is nu in deze mooie dagen. Ik wens jullie fantastische mooie herfstdagen toe en ik hoop jullie terug te zien volgende maand begin december. Dankjewel om te luisteren. Daag.